Dank voor het feit dat u weer zo massaal gereageerd heeft op de tweede ronde. De vragen die we gesteld hebben, hebben geleid tot veel discussie en veel opmerkingen. Dank daarvoor. We gaan langzamerhand naar de laatste fase van het internetdialoog. Een fase waarin het met name gaat over scenario's, of misschien liever beelden die er zijn over de veehouderij. Een beeld wat uitgaat van dat we aan de hand van de nationale wetgeving en de Europese regelgeving gewoon verder gaan met de veehouderij zoals we die kennen. Of een beeld waarin we juist door het aanscherpen van de eisen op het gebied van dierenwelzijn, van volksgezondheid, van milieu, van landschappelijke inpassing, komen tot een veranderende veehouderij. Misschien door de keten, misschien in de eerste plaats gedreven door de overheid. En als laatste een heel erg aangepaste veehouderij op een veel kleinere schaal, die eigenlijk maar produceert voor een niche market. Een heel andere veehouderij dus dan vandaag. Die beelden, daarop kunt u reageren. In de zin, waar herkent u zich in, waar herkent u zich niet in? En misschien ook wel in de zin van, het zou heel anders moeten. En hoe dan? Het waarom staat nu heel erg centraal. Nog tot 1 juli, want zo lang blijft de site open. Daarna kunt u het nog wel bekijken, maar dan is het reageren niet meer mogelijk. We zijn inmiddels ook begonnen met de burgerpanels. Er zijn 5 burgerpanels samengesteld door een bureau die dat uit zeg maar de respondenten van het publieksonderzoek heeft gedaan. Mensen die mee willen praten over de verdere ontwikkeling. De burgerpanels zijn geïnformeerd door mensen van LTO Nederland, van de dierenbescherming, milieudefensie, de burgerinitiatieven, de provincies, over hun opvattingen, kort maar krachtig. En met die informatie en alles wat ze nog meer hebben gekregen, onder andere via deze website, zijn de mensen op zaterdag, afgelopen zaterdag, op stap gegaan om met eigen ogen te zien welke stallen er zijn, welke verschillen er zijn, om aan de hand daarvan volgende week en met elkaar een discussie aan te gaan. Helaas hebben de burgerinitiatieven gezegd dat ze niet langer meer meedoen. Dat betreur ik zeer. Ze zijn er bij de opening bij geweest. Ook afgelopen zaterdag heeft een discussie plaatsgevonden. Het helpt alleen maar als iedereen meedoet met de discussie, zodat iedereen ook kan beschikken over de goede informatie. Langzamerhand gaan we ook naar de allerlaatste stap in de dialoog. Een dialoog tussen mensen die de primaire sector, dus zeg maar de veehouderij zelf vertegenwoordigen, de keten, voedsel voor de dieren, het verwerken van de dieren, de banken, maatschappelijke organisaties en wetenschap en kennis met elkaar ook het gesprek aangaan over hoe staat het nou eigenlijk voor met de veehouderij en waar zou het naartoe moeten. Daar spelen de beelden die nu op het net staan ook een grotere rol in. En dan op 1 juli, dan hebben we al het materiaal, of bijna al het materiaal, en kan ik gaan schrijven aan het verslag wat uiteindelijk aan staatssecretaris Bleker zal worden aangeboden.